Een hele goede morgen deze morgen. Hé jongen. Ja. Jordi die heeft gisteravond nog bij mij in bed gelegen. Maar toen begon hij allemaal te bijten en te krabben en te knijpen en te schuppen en alles te doen wat niet mocht. Dus toen heb ik na ja, een goede uur, anderhalf uur tegen Niels gezegd, touwt hem in zijn eigen nest. Ik zeg, want ik krijg moordneigingen nu. Toen is hij in zijn eigen bed gegaan. En daar is hij in slaap gevallen. En heeft hij vanochtend eigenlijk tot heel laat geslapen. En nu is hij een beetje boos op zijn moeder. Want hij wilde geen fruithapje eten. Maar ik ben dan wel van mening dat hij iets moet eten. Dus ik heb maar een broodje gemaakt met pindakaas. En dat zijn we nu aan het oefenen. Maar hij is een beetje boos nu, omdat hij dat dan moet eten van mij. En hij heeft er dan geen zin in, want dat kauwen. Ja, je bent boos op mama, hè? Want dat kauwen, dat lukt hem nog niet. 1, 2, 3. Ja, mama drinken geven? Even wat drinken geven. Hij ging net even over zijn nek. Ja, daar hoort er eenmaal bij, ja, jongen. Ja, maar hij heeft het zelf weer goed opgelost. Dus hij is goed bezig. Mama is trots op jou. Ja. Ja, mama is trots op jou. Maar omdat hij dus zijn fruithapje niet wilde eten, ja, ik vind wel dat hij iets moet eten. Dus, want het is een eetmoment. Dus dan heb ik een broodje met pindakaas gemaakt. Ja, dan gaat hij weer. Jullie denken nu misschien, dit is zielig. Nee, dit is proces. Ja, omdat hij dus dit eng vindt. Hij vindt het eng, al vanaf dat hij heel jong is. En hij moet het allemaal leren verwerken. Deze kleine vent ligt lekker voor pampers. Heeft zijn flesje op. Was nog een beetje chagrijnig totdat ik Boomba aanzette. Omdat hij lekker naar Boomba en ja, dat hij in ieder geval een beetje gedachten kon verzetten. Daarna heeft hij nog twee stukjes brood op. Dus ik ben helemaal trots. En nou gaat hij lekker zijn bedje in. Een kleine knor. Zo, die kleine lummel ligt lekker op bed. Hopelijk slaapt hij lekker even een paar uurtjes. Is hij minder zo geinig. Ja. Wat ik nog even wilde zeggen is, ik ben met editen erachter gekomen dat de ups en downs steeds iets korter wordt. En dat is niet omdat wij dat bewust doen, maar het is puur en alleen omdat Jordi van het weekend een beetje een slecht weekend ook heeft gehad. Veel buikpijn en alles. Ja, en dan ga ik gewoon echt niet filmen. Ik doe dat gewoon echt niet. En dat is niet omdat ik niemand dat gun om te zien. Nou ja, eigenlijk ook weer wel. Maar ik gun het Jordi niet om zichzelf later ook zo terug te zien. Dus dat ga ik gewoon weg niet doen. Ik heb wel weer nieuws. Volgende week woensdag wordt Jordi weer opgenomen voor een dagopname. Dan gaan ze zijn OK-gebied bekijken. Dus in zijn anus en bij zijn buiknavel en alles gaan ze bekijken. En daarna doen ze als het goed is botox spuiten. Die botox zorgt ervoor dat ze weet je wel, die mensen die dit hier doen voor die rimpels, dat ze zeg maar niet meer dit kunnen doen. Dan zorg je eigenlijk hetzelfde bij de anus ervoor. Als je die botox erin hebt, kun je dit niet meer doen. En hij kan het dan niet meer aanspannen. Dus. En hoe verder de botox weer uitwerkt, des te meer dat hij weer zelf alles leert doen. En dat is waarschijnlijk nu ook nog een probleem. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat voor nieuws ik nu heb. Thank you.
Zoals jullie zagen was Jordi wakker geworden. Heeft hij even voor Roos gekeken. En zijn soepje gehad. Daarna zijn we gelijk naar de winkel gegaan. En nu zijn we weer thuis. En ga ik mijn boodschapjes opruimen en eten koken. Het is me eindelijk gelukt. Ik ben al eigenlijk al vanaf dat Jordi op bed ligt aan het proberen om de nieuwe ups en downs te uploaden. En iedere keer pakte hij hem niet en kon hij hem niet vinden. En ik ben het nou net weer aan het proberen en nu is het gelukt. Nu is hij hem aan het uploaden. Hij komt wel iets later online, maar hij komt online. Maar goed, ik ben ondertussen ook eten aan het koken. Ik heb net met de anesthesist gebeld, omdat volgende week Jordi opgenomen wordt een dag. Ja, ze wilde gewoon wat dingetjes weten in verband met de afgelopen opname en infusies en dat soort dingen allemaal. Dus dat is allemaal besproken nu. Daar liggen we dan. Geschoren. En wel. Ja, ik ben gedoucht. Hij is geschoren. En gedoucht. Ja, dat doe je toch nog. Ja. Misschien theoretisch. Nee, ik denk zeker tafel bij. Nee, oké. Maar wij gaan lekker slapen. Ja. Welterusten allemaal. Slaap lekker. Welterusten. Een hele goede morgen allemaal. Jordi heeft vannacht klokje rondgeslapen. Hé jongen? Goed gedaan hè? En hij is heel vrolijk wakker geworden hè? Hij heeft net zijn flesje gehad. Lekker dus lekker ontbeten al. Hè? En vandaag wordt een regenachtige dag. Dus we blijven vandaag zoveel mogelijk binnen. Mama hoeft niet naar de winkel. Ja. En waar waren we mee bezig, Jordi? Deze vroege morgen. Als mensen mij heel goed kennen, weten ze dat ik dit 's morgens eigenlijk helemaal niet prettig vind. Maar voor Jordi doen we alles. Krijg gewoon een kusje voor jou. Ja, dat is lief. Ja. Wil je nog een keertje doen dan? In de maneschijn, in de maneschijn. Klom Jordi op het trapje door het raamkozijn. Maar je raadt het niet, nee je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet Jordi als hij schoenen poetsen is. En dat is 1. En dat is 2. En dat is dikke, dikke, dikke tante Kee. En dat is recht. En dat is krom. En zo draaien we ons Jordi nog eens om. Pom, pom. Er werd hier eentje een beetje chagrijnig wakker. Ja, jij werd een beetje chagrijnig wakker. Dus toen ben ik heel even met hem gaan kroelen in bed. Kun je ook nog rustig liggen, want je broertje vindt dat nou niet zo geslaagd. Toen ben ik met hem in bed gaan liggen. En toen kon hij weer lachen. Boe. Boe. Nou was je wel weer vrolijk, hè? Je was een beetje chagrijnig en nou is mama met jou gaan knuffelen. En dan doe je wel vrolijk zijn. Ja! Ja, dan doe je wel vrolijk zijn. Oh! Ben je lekker vrolijk? Ik laat Jordi heel even rustig wakker worden. En dan gaan we naar beneden toe. Het eten staat in de oven. Dus dat is dadelijk een keer klaar. En Jordi is aan het spelen. En hij is een beetje chagrijnig nou. Want hij doet dit. Maar hij snapt dat hij met zijn benen wat moet doen. Maar hij snapt niet dat hij met die ook nog wat moet doen. En dat kunnen we hem niet leren, blijkbaar. Tenminste, dat krijgt hij niet door of zo. Maar goed, ik ga heel eventjes met deze kleine rat spelen.
Een rat. Ja? Het duurde even, maar dan heb je ook wel. Het zit. Doe maar duwen. Je duwen. Je duwen. Mama helpen? Goed zo! Kom maar duwen. Duwen. Goed zo. En nu duwen. Kom maar duwen. Kom maar duwen. Ja? Kom maar duwen. Duwen! Duwen! Yay! Doe jij duwen? Yay! Komt-ie, hè? Komt-ie, hè? Komt-ie, hè? Oh, wauw! Deed je het met je voetje? Deed je het met je voetje? Kun je duwen? Hij is nu lekker in ons bedje. We zijn straks na het eten nog naar de peettante van Jordi geweest, want die was jarig. De oma van Jordi is overigens ook jarig. Was ook jarig vandaag. Die hebben ook gebeld en alles erop en eraan. En Jordi moest alleen huilen. Iedere keer als zijn hondje begon te blaffen. Ja, dat komt omdat hij vanaf zijn geboorte de gehoorproblemen heeft. En hij heeft buisjes en scherpe geluiden. En geluiden die hij niet kent. Ja, daar gaat hij gewoon van over de zeik. Maar daar kunnen die beestjes niks aan doen. Dat is Jordi's ding. Maar goed, toen zijn we thuis gekomen en toen was hij zwaar chagrijnig. En toen heb ik nog zijn tandjes gepoetst en pyjamaatje, alles geregeld. En toen heb ik een fles gegeven en toen is hij gaan slapen. Nou, hij slaapt nou nog steeds lekker, dus daar horen we zo. Ja, ik hoop het wel, want ik hoop dat hij nu een beetje rust vindt in het slaapritme. Maar goed, wij gaan nu ook slapen, want ja, wij hebben het ook nodig. Dus bij deze gaan we deze ups en down afsluiten. Ja, tot de volgende. Ja, tot de volgende ups en down. En wel trusten. Wel trusten allemaal, slaap lekker.